Welkom, Geert Noels, bij de Verderkijkers Podcast. Uh, ik ga je eerst even meenemen naar het concept. We gaan een sprong maken naar 2027. Dus we maken een sprong binnen uh, vijf jaar. En ik zou u willen vragen hoe we in 2027 waarde zullen, zullen beleven. Maar uh, ik heb het gevoel dat we daar een volledige podcastreeks op zich kunnen over maken. Dus ik wil die vraag uh, op een andere manier gaan uh, afbakenen. En mijn vraag is. Um, Denkt u dat wij op een andere manier zullen betalen in 2027? Wel, nou, 2027 lijkt ver, maar het, uh, het is ook niet heel ver. Het is uh, vijf jaar vooruit en als je vijf jaar achteruit kijkt en je zegt wat is er dan veranderd uh, in, in het betalen, dan is dat, uh, dat zijn dat kleine uh, verbeteringen op dingen die al bezig waren. Um, ik denk als je echt naar grote wijzigingen wil, dat je dus nog wat verder moet kijken, dat je al tien jaar moet verder kijken. Um, dus ik, um, ik zou zeggen het, het zal meer van het huidige zijn, maar um, sneller, veiliger. En de grote verandering denk ik wel dat gaat zijn dat uh, men veel meer persoonlijk gaat kunnen uh, ingrijpen op um, wie er betaalt. Dus um, ja, de digitalisering heeft tot nu toe heel veel um, gewerkt op, op ja, eenvoud, gemak. Uh, maar het onontgonnen gebied is dat uh, wie er betaalt belangrijker wordt. En dat je dus heel veel systemen kan krijgen dat. Uh, als jij betaalt, je een andere prijs zal betalen dan uh, als iemand anders dat doet. Omwille van wie je bent, um, wat de mogelijkheden zijn. Maar ook, en nu komt het een stukje, uh, en dat is uh, het is altijd zo geweest natuurlijk, een stukje loyaliteit, een stukje binding. Ja. Men, men kan je natuurlijk heel sterk binden ook. Um, en dat gaat men meer en meer willen uitspelen. Ja, wat, wat mij wel opvalt in onze omgeving, is dat fysieke banken sterk verminderd zijn in aantal. Vanuit die gedachte misschien, als we het dan over 2027 hebben, is dat een trend die zal blijven bestaan? Zullen banken andere diensten gaan aanbieden? Wel, um, misschien hebben we een tijdelijke periode gehad dat we. Um, Inderdaad, uh, heel veel uh, fysieke kantoren hadden heel dicht bij ons. Um, met uh, ja, een stukje zou je kunnen zeggen, toch uh, uh, een overaanbod en een, een niet zo onderscheide dienstverlening alsof er vijf postkantoren zouden zijn in elk dorp. Dat heeft ook weinig zin. Um, maar het wordt wel een differentiërende factor, natuurlijk. Um, heel veel banken hebben het beslist om dat terug te schroeven. En uw bankkantoor is nu bij u thuis. Um, en uh, als je iemand uh, nodig hebt, ja, dan is het een zoektocht. Dus uh, um, het is het. Uh, trek u, uw planbank uh, tegenwoordig. Um, daar is natuurlijk ruimte voor. Uh, terug proximiteit. En er zijn banken die daar uh, die ruimte zullen, of die leegte uh, zullen invullen. Um, een bankkantoor. Ja, was vroeger het faciliteren wat uh, je inderdaad nu thuis heel veel ook zelf kan doen. Maar op cruciale momenten heb je wel iemand nodig om, uh, om je advies te geven. Um, zelfs mensen die er iets van kennen, kunnen toch geholpen worden om uh, ja, een goede gids te hebben die uh, je behoedt voor bijvoorbeeld een aantal uh, keuzes die toch levensbepalend zijn. Nemen. Uh, een huis kopen, wat typisch uh, toch een van de grootste beslissingen is die je doet in je leven. De keuze van je hypothecair krediet is toch iets wat ja, uh, je ofwel via de bank ofwel via een onafhankelijke specialist best laat begeleiden. Ja, dat ga je niet zomaar via een app uh, allemaal gaan regelen. Uh, zelfs degenen die het uh, heel goed kennen, kunnen misschien toch uh, ja, best nog eens een, een, een advies inwinnen ja dat denk ik wel, maar dat is met heel veel dingen zo. Hè. Je wordt uh, meer en meer. Uh, ja, dokter Google helpt je als je ziek bent en uh, ja, wil je een, een, een juridisch advies, dan kan je al heel veel opzoeken via, uh, via de digitale media. Maar als het recht op aankomt, is het attesteren van jouw mening door iemand kan het verschil maken tussen. Uh, een slechte beslissing en een goede, en in je leven maak je een aantal heel grote beslissingen. Als je die alle vijf bijvoorbeeld fout neemt, dan, ja, dan wordt het een puinhoop. Mm -hmm. Dus ik denk dat, uh, dat daar de bank een, een rol kan spelen, als je de bankier tenminste kan vertrouwen. dat is wel een belangrijk aspect. Of een andere uh, ja, een financiële planner bijvoorbeeld, als je hem kan vertrouwen, of ja, andere vertrouwensfiguur. Die uh, in je financiële beslissing je, je kan helpen. Mm -hmm. Ja, oké. Okay. Dus het menselijk contact zal daar wel degelijk een specifieke rol uh, blijven spelen. Is altijd belangrijk geweest. En dat uh, denk ik gaat dan ook weer ja, terug naar waarde worden geschat. Ja, oké. Okay. Uh, nog iets wat we de, ja, de laatste twee jaar uh, misschien iets meer online zijn gaan doen dan daarvoor. Maar denk je dat binnen vijf jaar dat gedrag zal uh, veranderen? Gaan we bijvoorbeeld. Meer online kopen, maar misschien ook andere zaken. Is het bijvoorbeeld uh, realistisch dat we binnen vijf jaar onze auto uh, online gaan aankopen? Ja, waarom niet? Uh, alles wat je online kan kopen zal online verkocht worden. Ik zie weinig uh, dingen die je daar uh, niet zou kunnen op plaatsen. Uh, het gaat in stapjes. Hè. Wat, wat soms vergeten wordt, is dat, uh, en ik denk dat dat rond 2004, 2005 was, uh, SARS, uh, dus de, de voorloper van COVID, ervoor gezorgd heeft dat in China de e-commerce sneller is doorgebroken dan in uh, Europa. Um, omwille van dus hetzelfde feit dat uh, men in China bijna verplicht was om uh, ja, heel veel te doen via de, de elektronische weg. Um, bij ons heb je dat ook gezien: het is een step-up. Het komt een klein beetje terug, maar uh, heel veel mensen hebben het ontdekt die het anders misschien heel traag zouden omarmen of heel lang zouden afhouden. Um, en het is jammer voor heel veel uh, lokale zaken, um, winkels dus, uh, maar het, ja, het is iets wat uh, nog breder en dieper gaat uh, binnendringen in ons dagelijks leven. Uh, dat wil niet zeggen dat uh, de fysieke winkel volledig uh, zal verdwijnen uh, of dat je auto, um, ja, dat er geen enkele plek zal zijn waar je die toch eens een keer wil gaan bekijken. Maar het zal gewoon minder, ja, minder frequent zijn. En dus uh, um, het, het is een beetje met pijn in het hart dat ik moet zeggen dat de e-commerce uh, toch nog heel wat. Plaatsen in ons leven kan bezetten die het vandaag nog niet uh, bezet. En waarom met wij in het hart? Omdat ik wel een fan ben van uh, het aspect uh, winkelier: uh, het, het, het aspect van het, het mensen die uh, ja, zich verplaatsen om uh, iets te kopen, wat uiteindelijk een menselijk contact is. Uh, niet alleen met de, de winkelier zelf, maar ook met de mensen in de winkel. Het is een. Uh, Um, een sociaal gebeuren en dat uh, voordelig digitaliseren haalt toch iets weg uit onze maatschappij. En dat vind ik, uh, vind ik jammer. Maar goed, het zal terugkomen op andere manieren. Uh, mensen zijn nu eenmaal graag met andere mensen. En dus uh, ja, zullen we andere diensten vinden die uh, ja, menselijk contact uh, noodzakelijk maken. Gewoon omdat we dat ook aangenaam vinden. En dus daar het hele concept van uh, belevenis winkelen en dergelijke en dat probeert die leegte in te vullen. Uh, ja, mensen doen dat nu eenmaal graag en, en dan probeert men het uh, terug heruit te vinden. Mm -hmm. ja. Maar uit noodzaak hoef je het niet meer te doen. Je nee. doet het dan omdat je het graag doet. Yes. Uh, we gaan meer online kopen, we gaan meer digitaal ook betalen. Dat zorgt er natuurlijk ook voor dat je uh, minder anoniem kan gaan uh, betalen. Um, zal het, het, het feit dat we, het, als ik het zo mag formuleren, het einde van het cashgeld nu dat in zicht is, zullen we überhaupt nog anoniem kunnen betalen? Ja, uh, wel de vraag is of dat, uh, dat, dat iets is dat we willen bewaren of niet. Hè, want uh, uh, het, het maakt ook uh, uh, ja, een zwart geldcircuit mogelijk, hè, dat, is, uh, dat is denk ik ook wel duidelijk. Uh, dus dat is, uh, je zou kunnen zeggen, er zijn voor, voordelen aan verbonden dat, het, dat de anonimiteit weggaat. Maar een, uh, ja, een almachtige overheid die uh, alles kan controleren, heeft ook zijn gevaren. Dus uh, het, het is iets waar we nog moeten een goed evenwicht vinden. Uh, ik denk dat, uh, ja, dat we daar nog altijd mee struggelen, hè? dus ook heel, het, ook heel de discussie rond GDPR, privacy en dergelijke, is iets wat in de afgelopen tien jaar enorm is toegenomen, omdat natuurlijk de, de digitalisering het mogelijk maakt, niet alleen um, ik zou zeggen het, het, het anonieme weg te halen, maar het anonieme voor altijd. Hè? Er is een geheugen, een oneindig geheugen, wat je ooit hebt gedaan, en die al die dingen in kaart kan brengen, en dat uh, ja, in, in handen van mensen met uh, slechte bedoelingen, of met uh, op het eerste gezicht goede bedoelingen, maar die kunnen uh, later terug uh, afgeleiden, is dat wel een gevaar. Ja. Um, laten we dan toch even kijken naar de wereld vandaag. Ons geld wordt in 2022 door de inflatie steeds minder waard. Sommige mensen geloven dat cryptocurrency. Uh, um, uh, bijvoorbeeld, Bitcoin dan, hè, dat dat wel eens het uh, digitale goud zou kunnen zijn. Um, Nochtans, op dit moment gaat het ook niet zo goed met cryptocurrencies, hè, die delen in de pijn. Hoe, hoe ziet u dat uh, evolueren? Ja, uh, ik denk dat. Uh, net zoals lood heel dicht uh, in de buurt komt uh, van goud, wat betreft de uh, tabel van Mendeleev is het niet hetzelfde. En elk klein verschil maakt een enorm verschil naarmate dat de looptijd uh, toeneemt. Um, ik, ik neem alleen al het voorbeeld van de manier waarop je het opslaat. Uh, goud is bijna niet te vernietigen. Hè? Dus zelfs als het, uh, het, het verroest niet, het, uh, het vergaat niet. Um, dat is een, een, een belangrijke eigenschap. Uw digitaal opgeslagen bitcoins zijn niet gegarandeerd voor de eeuwigheid, uh, ze zijn verrassend kwetsbaar. Bij allerlei zaken zoals brand- of waterschade of het verlies van de sleutel en dergelijke meer. En dus um, het, uh, ja, het, het, het hele um, opzet is ingenieus gemaakt, maar bijvoorbeeld het unieke van een cryptocurrency ontgaat me op het moment dat er een, een zillion cryptocurrencies worden. Uh, geproduceerd, uh, die allemaal natuurlijk uniek zijn. Uh, net zoals al de godsdiensten. Mijn God is de enige die telt, uh, maar er zijn er resilien. En het is dan roepen op uh, om, om ter harte om te zeggen: ja, maar mijn God is degene die het anker is. En die zal nooit bijgemaakt worden. Dat is ook een kwestie dan van vertrouwen. Uh, ik vrees een beetje dat uh, ja, dat. dat de tand destijds niet gaat overleven. Um, en dat uh, opnieuw hè, de, de drie functies uh, die je uh, hebt bij een, een, een betaalmiddel: uh, de transactie zelf, dat is heel korte termijn. Daar kan Bitcoin misschien een rol spelen, maar het is heel moeilijk te schalen. Dus goed, uh, het, het zal de rol van geld niet overnemen in al zijn aspecten. Um, ja, tweede is de prijszetting. Uh, daar, ja, voor een aantal heeft men het een tijdje geprobeerd, maar het is niet bepaald de, uh, de aanvaarde standaard om uh, prijzen te gaan uitdrukken. Uh, en het derde is het, uh, hetgeen waar men het, het meeste blijkbaar mee bezig is, dat is proberen het een, een standaard voor waarde te geven. Um, en daar zie ik het toch niet uh, zo robuust zijn. Nu, uh, de dollar en de euro zijn ook geen waarde vast uh, uh, waardevaste uh, uh, munt of, of, of asset. Uh, goud is dat veel meer, maar met goud ga je bijvoorbeeld niet naar de uh, ga je niet uh, betalen, of, of uh, de prijs worden niet uitgedrukt in goud. En dan zie je dat uh, voor elk van die functies je dikwijls iets anders gaat uh, gebruiken, uh, wat het meest uh, convenient is, en dat bitcoin. Voor geen enkele van de drie op dit moment de norm aan het worden is en cryptocurrencies ook niet. Um, helaas, hè? dus um, en ik denk dat dat ook veel te maken heeft met de onderliggende technologie. En men zegt dan altijd: ja, maar jij begrijpt die niet, maar uh, ik zie nu toch heel slimme mensen hetzelfde zeggen. De schaalbaarheid van de blockchain is inherent een probleem. En ook dat weet men al lang. Dus um, het systeem van, van ledgers, van uh, ja, boeken waar je de transacties of de, uh, het, 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 het eigendom, de eigendom van bepaalde zaken gaat inschrijven, ook dat bestaat al eeuwen. En een, een gecentraliseerd boek of een gedecentraliseerd boek, dat principe kende men ook al eeuwen. En dat er inherent een probleem is als je uh, gaat centraliseren, dat je heel veel vertrouwen moet hebben in. Uh, degene die dan het boek bijhoudt, gecentraliseerd, ja, dat, is, dat spreekt voor zich. Maar als je decentraliseert, ja, dan neemt de kost enorm toe. En dat, gaat, uh, um, en dat, dat, dat is ook zo met, met de Bitcoin of met de, met de blockchain. Dan ga je een aantal nadelen hebben. Bijvoorbeeld dat dat enorm veel energie verbruikt, dat dat een enorme inspanning kost. Per definitie, zo is het systeem ontwikkeld. En dat je het voordeel hebt dat het heel moeilijk te vervalsen is, maar ook niet zodanig onmogelijk dat het opweegt tegen alle nadelen. De reden waarom dat men in Financiën heeft gekozen voor een, 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 een soort van centraal uh, boek, een centraal depot, of een centrale ledger, is vanwege de vele voordelen. En dat in feite de problemen zelden daaruit komen. Um, en dus, ja, ik weet dat het misschien leuker is om... Um, het niet zo technisch te doen overkomen, maar het financieel systeem is in feite een heel gesofisticeerd systeem, um, waar eeuwenlang, om niet te zeggen, millennia lang aan gesleuteld is, en waar we heel goed weten wat de voor- en de nadelen zijn. Um, en waar dus, ja, ik zeg de verpakking wel verandert, maar dat die transacties zelf, de noodzaak van bepaalde transacties, betaling, uh, behoud van activa, Verzekeringen en dergelijke, uh, contracten, future-contracten en dergelijke, heel ingewikkelde contracten. Wel, dat bestaat al uh, eeuwen, millennia. En uh, men is tot de conclusie gekomen dat ja, het, het bijvoorbeeld toch nog altijd dingen moet faciliteren. Dat het niet gaat over de technologie op zich, maar dat het makkelijk moet blijven om de transacties zelf te doen, om de handel aan de gang te houden. Uh, om vertrouwen te hebben tussen mensen en dat ze dat kunnen doen op een eenvoudige manier. En uh, dat de, de activiteiten zelf daaronder niet leiden. Dat is niet zo nieuw hoor. Dat bestaat al, uh, dat bestaat al heel lang. Uh, naast geld uh, of digitale munten kan je ook waarde toekennen aan bezittingen uh, of assets. Um, als we nu denken aan assets, dan denken we aan uh, gebouwen, voertuigen, machines. Maar hoe mogen we dat dan zien in een meer gedigitaliseerde wereld? Als we opnieuw naar 2027 kijken, hoe zien assets er dan uit in die nog digitalere wereld? Ik denk dat uh, ook daar weer de geschiedenis ons leert dat uh, iets wat echt waarde wil houden, dat dat redelijk schaars moet zijn. Um, en dus uh, de mens heeft altijd op zoek geweest uh, naar... Um, ja, Zaken die waarde kunnen houden. Um, we zullen een paar eeuwen teruggaan. Uh, toen waren er geen uh, smartphones en er waren geen NFT's en er waren geen bitcoins. Uh, er waren zelfs geen centrale banken. Um, dus als je neemt uh, de 15e eeuw of de 16e eeuw en je wilde waarde overzetten naar de volgende generatie, dat was een, een, een uitdaging. Ja. Dus hoe kon je dat doen? Um, en ja, dan had je goud bijvoorbeeld. De mensen waren uiteraard op zoek naar dergelijke edelmetalen. Maar als je een beetje ja, iets extra zocht, dan ging men bijvoorbeeld naar kunst kijken. En in die periode was dat redelijk innovatief. Dus dat je zei bijvoorbeeld, ik ga niet goud verzamelen, maar ik ga mij een aantal kunstwerken laten maken. En dat is een hele industrie geworden. Mensen die... Cent hadden, lieten de beste kunstenaars een afbeelding van zichzelf maken. En dat had twee voordelen. Eén, dat als je een heel goede kunstenaar zocht, dat het ding dat je liet maken zijn, zijn uh, waarde behield. Uh, maar twee, dat je zelf ook een stukje um, uh, eeuwig werd, uh, eeuwig, uh, ja, het eeuwige leven benauwd. Want je beeld is, uh, kijk, vier, vijf uh, eeuwen later wordt er nog altijd van sommige mensen. Een geschiedenis vertelt die absoluut uh, zouden compleet vergeten zijn. mocht een beeltenis niet zijn vereeuwigd door een grote schilder. Uh, Rubens of een Michelangelo of een Leonardo da Vinci. En dus dat was heel slim. Um, of dat dat ook met NFT's gaat gebeuren, dat mag ik uh, ten zeerste uh, betwijfelen. Um, omdat bijvoorbeeld de, de opslag van die zaken over langere termijn moeilijk is. Um, het kost energie om het bij te houden en dat is net nu een van de dingen die met fysieke zaken veel minder het geval is. Oké, okay, schilderij kan best in ideale omstandigheden worden bewaard en dat betekent niet in de vrieskou en niet in de hitte. Uh, maar het is toch een pak eenvoudiger dan eeuwigdurend een, uh, een harddisk te gaan bewaren of een, uh, een uh, weet ik veel welke uh, uh, stick die je dan zou willen... Um, gebruiken om die dingen op te zetten. Of, of zelfs de cloud en dergelijke. Uh, dus uh, ik vrees een beetje dat uh, mensen daar van een kale reis gaan terugkomen. Um, ja, het, uh, daarin opnieuw is innovatie niet altijd verbetering. Mm -hmm. Het kunnen vastnemen of het kunnen doorgeven is dikwijls een, een reden om het een grotere waarde te geven dan het, uh, het dig de digitale variant. Ja, ja, ja. 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 Dus het is. Uh, ik had anders snel. Ziet u het dan nog in andere sectoren ook doorbreken? Want als we denken aan de NFT's die nu al bestaan, gaat dat inderdaad vaak over ja, een soort digitale schilderijen, hè, die je effectief ook kan kopen. En jij bent dan de enige persoon die dat bezit. Of er zijn bijvoorbeeld DJ's die NFT's uitrekenen. En als jij die NFT bezit, krijg jij voordelen als je naar een concert van, uh, van hen gaat. Dus het gaat vooral over die creatieve sector. Hoe kan dat in andere sectoren ook worden ingezet? Maar ik denk dat we binnen tien jaar daarop gaan terugkijken en zeggen: NFT was a big scam. Oké, okay, Uitzonderingen na ja. uh, bleek dat een big scam. Ja. Um, en de geschiedenis bezaaid met natuurlijk uh, dit soort kleinere en grotere scams. En als je intussen tijd nog wat plezier eraan hebt gehad, dan uh, verzacht dat nog de pijn. Maar als je echt denkt daarmee waarden op lange termijn te kunnen behouden, dan zal dat uh, ja, onjuist zijn gebleken. Mm -hmm. uh, op. Uitzonderingen na, uh, maar ik heb niets digitaal zien passeren waar ik uh, zodanig wild van werd dat ik dacht: ja, binnen 100 jaar gaat men daar nog altijd veel voor uh, betalen. Um, dat is typisch natuurlijk ook voor een periode van grote technologische vooruitgang, dat mensen niet altijd goed kunnen inschatten um, wat er misschien niet zo hard hoeft te veranderen, en dat is dikwijls in het financiële. En wat heel hard verandert, en dat is bijvoorbeeld de technologie zelf en de gebruikstoepassingen en dergelijke meer. Um, en dus men kan dat niet altijd goed inschatten. Ja, ja, dat is... uh, de digitale tulpen uh, bloeien uh, en zullen heruitgevonden worden in de komende jaren, maar helaas de oude digitale tulpen zullen hun waarde verliezen ja, Het is niet omdat het kan dat het een goed idee is. Het is ja, zo zou je het ook kunnen samenvatten uh, op grote uitzonderingen na. Um, om de redenen dat een, een stukje in financiën, het conservatieve, is gebleken een uh, waarde te zijn. Um, en dat um, men dat niet altijd kan inschatten als je spreekt over iets wat, wat duurzaam is, dat dat ook letterlijk moet genomen worden. Dat het oorlogen, crisissen, uh, allerlei mogelijke natuurfenomenen moet kunnen overwinnen om zijn waarde te houden. En dat is niet eenvoudig. Dus ofwel vindt het zich. Kom continu En dat is de reden waarom dat aandelen bijvoorbeeld wel interessant kunnen zijn op een periode van ja, langere termijnen voor je pensioen, omdat die bedrijven verplicht zijn om zich continu heruit te vinden. Dat is geen statisch uh, begrip. Die, die bedrijven die, ja, die veranderen continu en daardoor is het interessant en wordt het duurzaam. Bedrijven die zich niet heruitvinden, die gaan failliet over een periode van 30, 40 jaar. Um, ofwel moet het zodanig zijn geconcipeerd dat het... Uh, Heel moeilijk ver, vergaten dat het heel uh, duurzaam blijkt. En ja, helaas, en ik ben geen goldbug, maar goud heeft in financiën wel die, um, dat bewijs geleverd over millennia. Hè. Niet mm -hmm. over 10 of 20 of 30 jaar, maar over een heel, heel lange periode. Um, en dus heel veel blijkt uh, vergankelijk te zijn. Hè. Dan is het de vraag hoe vergankelijk? Hè. Liefst zo traag mogelijk. Uh, inflatie maakt dingen vergankelijk. Um, ja, ook schilderijen zijn niet altijd voor de eeuwigheid te bewaren, maar. Kunnen dikwijls toch wel een, een tijdje meegaan. Um, de mens is vergankelijk, zo zijn de activa dat ook. Alleen is het de, de mate van snelheid waarmee ze vergankelijk zijn, toch nog een groot verschil. He. We hadden het al over hoe we geld kunnen besteden, um, maar, er zijn, uh, maar zijn er voor ondernemers ook bepaalde unieke kansen he, door die digitale economie um, om op een andere manier ook geld te gaan winnen? Zijn er specifieke zaken waaraan u denkt? Ja, ik zou zeggen, bijna het, het, het logisch is iets. Niet nadenken over um, hoe, hoe je het digitaal zou kunnen kunnen doen, lijkt me vandaag niet verstandig. Hè. Dus um, welk je welk je business ook is. Um, ja, ik zit in de financiële sector. Wij denken uiteraard na nou over het digitaliseren van elke stap in het proces. Maar dat gebeurt even goed in, in productie en dat gebeurt even goed in, in uh, andere diensten. Dus uh, dat lijkt mij de logische stap. Um, Waar ik zelf heel hard over aan het nadenken ben, uh, en waar ik zie dat digitalisering een grote rol kan spelen, is in iets wat ze vergeten is, namelijk. Uh, het, het, uh, de klant en de, de medewerker uh, meer betrekken. Dus het, is een, um, het is nogal een kille machine geweest, hè, dat digitaliseren. En dus ik, ik ben zelf aan het broeden op het idee van, van het belang van loyoteit en hoe dat, uh, het digitale daarbij kan helpen. En ook dat is niet nieuw. Hè. De, de, de klantenkaarten, de, um, zelfs de paniniboekjes en dergelijke is een manier om mensen te, te betrekken. Als je dat ook digitaal kan doen en wat meer aandacht hebben op, over, um, niet de, de mens als iemand die transacties doet, maar de mens als iemand die uh, vertrouwen zoekt, die verbinding zoekt. Daar denk ik dat, uh, dat we een nieuwe vorm van digitalisering tegemoet gaan in de volgende 5 à 10 jaar. Um, na de rush terug het, um, het bezinnen over de mens doet niet louter transacties. De mens wil ook verbonden worden met degene met wie hij die transactie doet, omdat hij dat fijn vindt. Uh. En dat is ook altijd zo geweest. De handelaar um, die vertrouwen zocht bij uh, elk aspect, uh, die uh, ja, met, zijn, met zijn schip, dus noods, of met zijn kar. Trok van, van stad naar stad en daar ook uh, graag met anderen handel dreef en die culturen leerde kennen en dergelijke meer. Dat was niet louter een transactie, dat was ook een manier om verbondenheid te zoeken. Um, en dat, is het, dat vind ik het mooie. Digitalisering haalt dat er een stuk uit. En ik, uh, misschien is dat voluntaristisch, maar ik denk dat we die dimensie in de volgende vijf à tien jaar terug gaan toevoegen in de transactie. Ja. Oké, okay, en dat je misschien door in te zetten op het digitale op bepaalde vlakken dan weer meer tijd en ruimte creëert, om toch dat sociale aspect weer uh, erbij te halen. Ja, dat klopt. En, uh, ik neem het voorbeeld van uh, in de luchtvaart, die miles. Uh, ik weet niet dat je daar nog hard mee bezig bent, maar de, uh, ik, ik heb al uh, duizenden miles bijeengespaard van verschillende luchtvaartmaatschappijen en in feite ben ik verloren. Uh, ja. Wat ik daar nu eigenlijk aan heb. Digitaal zou je dat nooit kunnen verliezen. Um, en zou je inderdaad wel een stuk loyaler worden om bepaalde dingen met bepaalde carriers te, te reizen. Of naar bepaalde hotels terug te keren waar het goed was. Um, daar zijn toch heel veel mogelijkheden. Um, ook natuurlijk lokaal. Uh, handelaren die proberen toch een, uh, een manier te vinden om. Mensen met hen te verbinden. En daar kan het digitale wel uh, nog een sterke rol spelen. Dat is iets wat vergeten is, vind ik zelf. Oké, okay, dus als je uh, als ondernemer dan denkt over uh, lange termijn projecten, eh, hoe kan je dan een strategie uitwerken om je bedrijf future fit te maken? Wel, voor mij was uh, EconoShock, het boek dat ik geschreven heb in 2008, een manier om naar de toekomst te kijken, grote trends. Uh, ja te beschrijven. Uh, als je op elk van die grote trends een antwoord hebt, dan ben je voor mij econo-shockproof of ben je proof. Um, en na 14 jaar, want het boek is ondertussen uh, meer dan 14 jaar oud, um, ja, dat is niet zo moeilijk om erover na te denken. Het gaat over uh, een aantal demografische trends, want daarin heb je al verschillende. Uh, de digitalisering was erbij, uh, maar neem ook klimaat en dergelijke is vandaag veel meer de actualiteit. Ik denk dat je gewoon ja, rond, rond elke dimensie moet nadenken en zeggen: Wat zie ik dat er aan het gebeuren is en ben ik mee? Um, en als ik vijf jaar, hè, wat toch niet zo heel lang is, hè, wat, als ik vijf jaar durf vooruitkijken, sowieso gaan gebeuren. Neem nu in het klimaatverhaal. Uh, um, ja, daar, daar moet je toch het besef hebben, als je nu nog 100% van je business verdient met fossiel, dat je heel kwetsbaar bent. Um, en toch zie je heel veel bedrijven en ook heel veel mensen uh, daar blind voor blijven. Um, nu het makkelijke is natuurlijk om, om dat te trekken op ondernemingen of organisaties, maar voor jongeren bijvoorbeeld die luisteren, gaat het ook over studiekeuze. Um, als je ingenieur wil worden, ja, welk type ingenieur wil je worden? Um, of voor welke sector wil je gaan werken? Um, en jongeren zijn daar uiteraard heel hard mee bezig, maar dat is even goed futureproof. Je, je studie is een uh, keuze die je maakt rond 17, 18 jaar. Die gevolgen heeft voor de, de 50 jaar die erop volgt. Hè. We hebben het gehad over hypothecaire leningen. Studiekeuze is ook ontzettend belangrijk. Gelukkig kan je daar nog een stukje in bijsturen. Um, als je na twee, drie jaar het gevoel hebt dat je daar toch een, een aantal trends mist, dan kan je al altijd bijsturen en dan moet je dat ook best doen. Of moet je eeuwigdurend uh, blijven bijleren, wat ik zelf ook doe. Um, dat is ook futureproof. Um, en dus. Ja, het is een werkwoord. Hè. Je moet de uh, durf hebben om um, beslissingen die je hebt genomen of die je moet nemen, uh, om die te testen tegen een aantal grote trends. Um, en een aantal zijn na een jaar of twee jaar nog niet zo pijnlijk, maar het is als een spreidstand. Hè. Die, als die, die kloof, um, die tektonische platen uit elkaar gaan en je staat daar in het midden, ja, dan wordt het na een, zeker, na een zeker moment toch wel heel pijnlijk, die spreidstand. En dan. Gaat niet alleen je broek scheuren, maar de rest ook. En dus uh, dat kan je voorzien. N niet alles is te voorzien, maar sommige dingen zie je toch wel heel goed aankomen. Ja. Oké. Okay. Uh, als laatste vraag, als uitsmijter, wil ik nog naar een ander boek van jou verwijzen. Dat is Gigantisme. Dat is gepubliceerd in 2019 en ondertussen ook dit jaar al um, heruitgegeven. En daarin heb jij het ook over spelregels in deze economische uh, jungle, als ik het zo mag verwoorden. De grote giganten, de slokops die de kleintjes uh, verschrikken. Vandaar mijn vraag, als we opnieuw naar 2027 kijken, zullen het volgens jou nog steeds de grote bedrijven zijn die de grote winsten opstrijken? Wel, ik denk dat, um, dat er weinig redenen zijn om daar heel optimistisch over te worden. Um, er wordt weinig gedaan, maar er is wel een tegenbeweging. Um, helemaal in de actualiteit. Hè. Je ziet dat um, bijvoorbeeld de lobby die gedaan wordt voor grote bedrijven, dat dat meer en meer aan de kaak wordt gesteld. Hè. Vandaag uh, is het Nelly Cruz die op de vingers wordt getikt. En, en dat zou wel wat meer dan op de vingers mogen zijn uh, voor... Belangenvermenging die ze deed toen ze heel, een heel machtig politicus was in Europa om de deuren te openen voor Uber. Um, dat wordt meer en meer bekeken. Hè. Ook uh, bijvoorbeeld uh, ja, de, de conferentie van Davos als uh, fair level voor grote en kleine bedrijven. Er is een discussie over uh, de draaideurpolitiek, uh, um, belastingsvoordelen en dergelijke meer. Er wordt meer en meer over nagedacht. Van, Um, dat men inderdaad soms wat, uh, soms wat, dat men heel veel voordelen heeft gegeven aan, aan uh, grote bedrijven. Um, maar dat gaat niet zo snel omkeren. Uh, vijf jaar is daar te weinig voor. En op, op een aantal vlakken denk ik dat we wel stilletjes aan, aan de tipping point zitten, maar de weg terug gaat nog lang duren. Het zit zo diep verankerd, um, ook omdat uh, de politiek zelf zich altijd net iets comfortabeler voelt bij de grote partij waarmee ze dan een, een afspraak wil maken, bijvoorbeeld voor klimaatverandering, dan te geloven in de kracht van ondernemerschap van duizenden kleintjes die uh, innovatie, echte innovatie zullen brengen en waar de politiek geen greep op heeft. Um, en dus het, uh, het ligt veel aan het beleid zelf die veel meer vertrouwen stelt in grote partijen waarmee ze afspraken kan maken dan in de kracht van duizenden mensen waar je geen uh, contract mee kan maken, louter dan op vertrouwen. Dus uh, er is nog wel wat werk voor de boeg. Ja, uh, ik, uh, het valt mij op dat je opnieuw eindigt met het woord vertrouwen. Uh, een paar keer teruggekomen in deze uh, podcast. Ik zou je nog ongelooflijk veel vragen willen stellen, maar uh, ik vrees dat onze tijd op is. Uh, dus dank je wel alvast uh, voor deze uh, aflevering. En heel graag tot uh, een volgende keer. Graag gedaan.